Hallo, wat goed dat je gaat beginnen met koolhydraatarm keto eten, met de startgidse weekmenu's of met misschien wel de vegetarische weekmenu's. Zelf eet ik al sinds ik 39 ben op deze manier, dat is nu 20 jaar geleden. Ik begon er toen mee omdat ik eigenlijk mijn hele leven al bezig was met te proberen dat gewicht een beetje onder controle te houden, omdat ik als kind altijd dik was. Ik werd altijd al heel makkelijk dik en alles wat ik probeerde, pillen, maaltijdsvervangers, heel veel hongerdiëten, heel veel crashdiëten, het hielp allemaal niet of het hielp maar even. Soms was ik wel succesvol, maar dan zaten de kilo's er weer heel erg snel aan. Wat ik altijd naar vond van al die diëten is dat je toch bijna altijd de hele dag honger had. Een beetje zat uit te kijken naar de volgende maaltijd die dan niet heel erg lekker was. En ik werd er ook best wel chagrijnig van, moet ik eerlijk zeggen. Toen ontdekte ik dit dieet en het was toen nog vrij onbekend. En ik vond het ook wel heel spannend, want je gaat in plaats van koolhydraten ga je eigenlijk meer gezonde vetten eten. En dat is natuurlijk iets wat ik al jaren juist niet mocht. Dus ik had ook een beetje het gevoel dat ik aan verboden eten ging beginnen. Maar het is goed dat ik dat heb gedaan, want dat heeft mijn leven wel veranderd. Voordat ik begon was ik niet alleen te zwaar en kon ik niet alleen heel moeilijk afvallen. Ik had ook wel veel klachten. Ik had niet veel energie, ik had vaak hoofdpijn, sliep niet goed, werd al moe wakker bij wijze van spreken. Ik had veel last van mijn darmen, opgezette buik na het eten, rommelige buik. Ik had veel last van mijn maag. Ik heb een middenriftbreukje, zoals heel veel mensen hebben. En vaak maagzuur, dus ik slikte maagzuurremmers. Ik had eczeem in mijn handen. Kortom, ik was niet helemaal fit en in orde, zeg maar. En eigenlijk vanaf de eerste week zag ik daar al een enorme verbetering in. Dus ik merkte toen meteen al van, hier is wel iets heel bijzonders aan de hand. Dit is niet zomaar een afvaldieet. Dit is een dieet wat me echt weer gezonder gaat maken. En dat vond ik zo interessant dat ik daar heel veel over ben gaan leren. En dat is eigenlijk de reden dat ik nu de boeken gemaakt heb en ook jou wil helpen om op deze manier te gaan eten en eindelijk echt af te vallen met lekker eten, zonder honger en gezond eten op een gezonde manier, waardoor je ook weer gezonder kunt worden. En dat is natuurlijk een heel groot verschil met de crashdiëten waarbij je lichaam eigenlijk structureel tekort doet. Als de weekmenu's spreekt natuurlijk voor zich. Eigenlijk werkt het heel simpel. Ik heb het zo simpel mogelijk gemaakt. Althans, je kunt gewoon de weekmenu's gaan volgen. Doe wat er staat. En je hebt daar goede resultaten mee. Toch worden er nog wel veel vragen gesteld. De meest gestelde vragen zal ik in dit filmpje behandelen. Misschien wel op nummer 1 vraag is: wat als je iets niet lust? Dit zijn natuurlijk gewoon weekmenu's waar misschien een groente in staat of iets anders in staat wat jij niet lekker vindt. Als eerste zou ik je willen vragen, probeer het misschien toch. Het kan zijn dat je het op een bepaalde manier niet lekker vindt, maar dat je het misschien in dit gerecht wel lekker vindt. Of op deze manier wel lekker vindt. Ik hoor dat heel erg vaak, dat mensen zeggen, ik heb het toch geprobeerd en ik vond het hartstikke lekker. Dus ja, misschien geldt het ook voor jou. Het is goed om je zoveel mogelijk aan het weekmenu te houden, dus probeer echt niet heel veel dingen te veranderen. Maar mocht je echt iets niet lusten, dan kun je dat vervangen, dat ingrediënt. Of je kunt een ander gerecht kiezen. En hoe je dat doet staat op pagina 28. Heb je nou een allergie, dus kun je echt iets niet eten, dat je echt zeker weet dat je er heel erg ziek van wordt. Dan ga je dat natuurlijk sowieso vervangen. En dat vind je op de allergiepagina. We hebben heel veel pagina's met dus meer informatie. En die ik ook noem in dit filmpje. Die linkjes die zet ik in de beschrijving bij dit filmpje, zodat je dat makkelijk kunt vinden. Maar ook voor een allergie geldt. Er zijn ook heel veel mensen die hebben te horen gekregen van je moet stoppen met zuivel, want dan heb je minder last van je maag of van dit of dat. En vaak zien wij dat als die mensen gewoon de weekmenu's gaan volgen met wat er staat, dus niet iets weglaten,
dat het ontzettend goed gaat. En dat ze eindelijk minder, dat eindelijk die buikproblemen overgaan. Dus geef dat echt een kans. Ook al denk je dat je bepaalde dingen moet laten staan. Tenzij je er natuurlijk echt ziek van wordt, is dat niet altijd nodig. De portiegrootte wordt vaak gevraagd. Is het voor één persoon? Ja, de porties zijn voor één persoon. Het maakt niet uit of je een man of vrouw bent. Het maakt niet uit of je heel zwaar werk doet of super groot bent. Dit zijn de gemiddelde porties waar bijna iedereen het heel goed op doet. Merk je dat je meer eten nodig hebt, dat je er te weinig aan hebt of dat het te veel is? Kijk dan even op pagina 28 hoe je eventueel je maaltijd aan kunt passen. De lunches van maandag tot en met vrijdag zijn heel goed mee te nemen. Dus die kun je meenemen naar je werk. Je kunt het de dag van tevoren al klaarmaken. Vaak zijn de, maak je twee lunches tegelijk. Zodat je, dat maakt het allemaal wat makkelijker. Ik ben erg van het gemak. Je kunt eventueel zo'n klein koeltasje meenemen met een koelelement erin. Als dat makkelijk is om je gerecht koel te houden. Je kunt eventueel, ook op zaterdag is de lunch vaak mee te nemen of makkelijk te kopen onderweg. Je kunt eventueel maaltijden vervangen. Bijvoorbeeld in de ontbijt- en lunch special staan nog veel meer suggesties voor lunches. Maar probeer de eerste 4 weken wel echt zoveel mogelijk de startgids te volgen. Dan heb je overwegend het beste resultaat. Dus als het even kan, hou dan het weekmenu aan. Je gezin. Hoe ga je dat doen met je gezin? Ja, die kunnen gewoon mee eten. Minder koolhydraten eten en meer echt puur eten is voor iedereen een heel erg goed idee. Ook voor je gezin. We zien zelfs, we horen vaak iedereen, dat iedereen het gewoon heel erg lekker vindt. Dus dat is al mooi meegenomen en lekker makkelijk. Dit is niet typisch dieet eten. Dat ze denken, nou moeten wij daarmee mee eten. Maar ze vinden het gewoon lekker. En we horen ook wel vaak dat bijvoorbeeld hele kinderen die ADHD hebben, zelf merken dat ze rustiger worden in hun hoofd. Dus ja, waarom zou je het niet proberen? Probeer ze mee te nemen. En ja, zeker met het avondeten zou ik dat gewoon doen als dat gaat. Dan moet je natuurlijk producten gaan kiezen in de supermarkt als je je boodschappenlijstje hebt gemaakt. We hebben niet een kant-en-klaar boodschappenlijstje. Dat is omdat iedereen eigenlijk toch zelf misschien bepaalde dingen wil vervangen of meer of minder van dingen nodig heeft. Maar goed, het is een kleine moeite. Het is allemaal erg duidelijk. Dus dat boodschappenlijstje heb je gewoon zo voor elkaar. En als je producten gaat kiezen in de winkel, kan het handig zijn om eerst even te kijken op de productpagina, waar we uitleggen wat je precies voor moet kiezen. Of op de supermarktpagina. En daar kun je per product invullen wat je zoekt. Bijvoorbeeld roomkaas. En dan komt eruit welke roomkaas er geschikt is in welke supermarkt. Dus dan kun je zien, oh, bij de Albert Heijn moet je die roomkaas kiezen, bij de Jumbo moet je die roomkaas kiezen. Dus we hebben geprobeerd om het zo makkelijk mogelijk te maken. En al die extra dingen daarbij maken dat zeker simpeler. Want in het begin ben je daar natuurlijk best wel onzeker in. Dat snap ik helemaal. Vergeet niet om extra zout mee te nemen uit als je boodschappen gaat doen. Want je hebt extra zout nodig. Dat is eenvoudigweg omdat je... Als je veel koolhydraten eet, dan gaat je lijf reserves opslaan. En daarvoor heeft het veel vocht nodig. En om glycogeen voorraad te maken, heeft het veel vocht nodig. En je gaat al die voorraden loslaten en daar komt ook veel vocht bij vrij. En met dat vocht verlies je ook mineralen, zouten. En die moet je echt aanvullen. Je kunt echt last krijgen als je zouten niet aanvult. Dus dat betekent niet alleen zout over je eten, maar extra zout. En dat geldt voor iedereen. En het advies daarover kun je ook weer terugvinden. Ik zou dat extra plassen. Je zult merken dat je de eerste tijd zeker 1 à 2 keer per nacht ook moet plassen. Maar dat hoort er gewoon bij. Het betekent alleen maar dat het hartstikke goed gaat. En ook je magnesium moet je aanvullen. Dat staat in datzelfde advies. Ga dat echt doen. Want als je niet je magnesium aanvult, heb je grote kans dat je 's nachts krampen in je kuiten krijgt.
Dus ga niet zomaar magnesium kopen, want een potje in de winkel waarop staat magnesium is vaak magnesiumoxide. Dat zie je dan als je het potje omdraait aan de achterkant. En oxide, magnesiumoxide is vooral goed om te poepen, maar verder doet het weinig voor je. Dus je moet een goede magnesium hebben. En dat staat in die beschrijving, in dat linkje, het aanvullen van je mineralen. Als je medicatie slikt, dan is het goed om eerst eventjes op de pagina voor medicatie te kijken. Of het filmpje wat ik heb gemaakt over starten met medicatie of met ziekte. Heb je een bepaalde ziekte of gebruik je medicatie? Kijk dan eerst even dat filmpje. Voordat je gaat starten, lijkt het me natuurlijk logisch dat je op de weegschaal gaat staan om te kijken wat je weegt voordat je begint. Ga je ook meten? Neem een meetlint, een rolmaat en ga ook meten hoeveel je middelomvang is, dus over je navel heen en je bovenbenen en je bovenarmen. En schrijf dat op. Dat is echt heel erg leuk om te zien hoe je daarin verandert en hoe je centimeters gaat verliezen. Het kan erg motiverend zijn. En ga opschrijven hoe je je nu voelt. Hoe gaat het met je? Heb je veel energie? Merk je dat je vaak dipjes hebt? Ben je vaak hongerig? Heb je hoofdpijn, migraine, last van je lijf? Heb je last van je buik, last van je maag? Nou, dus schrijf alles op. Alle dingen die in je hoofd opkomen, schrijf ze op. En dat is ook leuk, want ik kan je verzekeren, over 4 weken zit je er hier al heel anders bij. En zullen er echt al dingen zijn veranderd. Dat gaat niet in één keer. Het is niet zo dat je morgen ineens al heel veel beter wordt. Kan wel overigens. Maar de eerste paar dagen kan het zelfs zijn dat je je slechter gaat voelen. Dat je echt een beetje ziekig voelt. Misschien misselijk. Dat je merkt dat je buik een beetje overstuur is. Misschien heb je diarree. Ja, de eerste dagen kunnen een hele omslag zijn. Dat is natuurlijk ook een hele omslag echt voor je lijf. Dus je moet afkicken. Daarbij is zout super belangrijk. Als je niet extra zout gebruikt, kun je veel meer last hebben van het afkicken. Dus ga dat zout gebruiken. Maar meestal is dat na een paar dagen alweer veel beter. Bij sommige mensen duurt het wat langer. Die kunnen echt wel 2 weken lang last hebben van de overgang. En vaak zien we ook dat mensen last hebben van het vet eten, dat het voor hun lijf echt wennen is. Zeker als je galblaasproblemen hebt of misschien geen galblaas meer. Kijk dan ook even het andere filmpje, wat gaat over ziekte en medicaties. Ja, ik denk dat ik er doorheen ben. Rest mij om jullie ontzettend veel succes te wensen. Kijk ook de andere filmpjes. Die je antwoord kunnen geven op je vragen. Kijk op de website. En ik ben heel benieuwd wat het jou gaat brengen. Ik hoop heel veel.